Waar halen jullie je nieuws vandaan? Ik denk dat vroeger iedereen zijn nieuws haalde bij King Alert, maar King Alert is er helaas niet meer en in de tussentijd is er veel veranderd. Sommigen van jullie zullen waarschijnlijk jullie nieuws van mij halen. Weet je, wij doen ook een nieuws show eens in zoveel tijd, leuk. En anderen van jullie zullen het waarschijnlijk van Instagram of daadwerkelijke nieuws shit halen. Maar ik haal mijn nieuws van Laertes. Voor de mensen die Laertes die kennen, prachtige naam trouwens, Laertes, is eigenlijk King Alert, maar dan in plaats van één video zoveel dagen, is het elke dag meerdere video's. Hij splitst zijn video's zeg maar op in kleine formaatjes, weet je wel. Een soort van shorts, maar dan zijn het geen shorts. In de afgelopen dag heeft Laertes niet één, niet twee, niet drie, niet vier, maar vijf video's geüpload. En in de afgelopen twee dagen heeft hij daarvan vier over Enzo Knol gemaakt. En als je kijkt naar de views, snap ik wel waarom die dat doet. Dus weet je, ik wil eigenlijk ook die views pakken. Dus ik dacht van, weet je, what the fuck it. Ik kan praten over Laertes en dan ook een titel maken over Enzo Knol of zo. En dan komen er ook vast wel heel veel kinderen kijken naar deze video. Dus stel je bent een kind en je kijkt hier vanwege dat je denkt, oh Enzo Knol. Blijf alsjeblieft kijken. We houden van kinderen hier. En we willen graag meer kinderen die dit kanaal volgen. Wat vind je van kleine kinderen? Geil. En ik heb ook niks tegen het feit dat hij een video maakt over dat Enzo Knol ziek is. Want weet je, het is een nieuwskanaal, logisch. En dat hij een update geeft, het is een nieuwskanaal, logisch. Maar dat je een video hebt en zo vertelt wanneer de vlog online komt. Tering, ouwe. Ja, de Anne stalkt Gio nog. Tussen haakjes bewijs. En ik kijk natuurlijk altijd wel een Ja, de Anne podcast. En dan zitten ze altijd te roddelen over. Ja, de mensen die maken video's over dat ik Gio nog stalk. En dat doe ik helemaal niet. En zit ik zo van, welke mensen maken er video's over? Laertes is die mensen. Dit bericht is aan alle Enzo Knol fans, want Enzo Knol is ziek. Zo, dames en heren, ik heb even een update. Ik ben ziek. Enzo Knol heeft deze ziekte opgelopen op zijn vakantie in Curaçao. Ja, weet je, het verder... Het is eigenlijk totaal niet interessant, want Laertes is hij heeft niet echt de persoonlijkheid. Het is gewoon, hij lult en laat de story zien. Kijk, ik lul ook en ik laat ook shit zien, maar er is nog een soort van een persoonlijkheid of zo? Durf niet te zeggen dat het niet zo is. Ik ben ziek. Maar hij is nog steeds ziek en... Nog steeds niet beter. Dus geeft hij jullie vandaag een update hoe het gaat met hem. Maar bro, wat zijn deze kutzogen? Het is zo slecht. Sorry, maar fucking hell, ouwe. Ik wil je graag funny shit zeggen. En ik probeer oprecht mijn best te doen. Maar wat voor funny shit kan ik hierover zeggen? Er zit nul persoonlijkheid in deze shit. Het lijkt bijna wel alsof het gemaakt is door AI. Het AI-stemmetje, het voorlezen. Alles eigenlijk wel een beetje. Misschien is het wel stiekem een AI. Het lijkt dus wel het grootste Nederlandse AI-kanaal. Er zit letterlijk meer persoonlijkheid in de NPC. Precies bij RTL Boulevard. Maar goed, jullie zijn weer up-to-date. Maar zorg even dat je abonneert en het laat weten in de reacties. Want dan geef ik jou een hartje in de chat. Kijk, ik snap het. Als je dit aantal views ziet en dit aantal views, dan wil je gewoon graag nog een video maken. Maar bro. Ik krijg veel vragen van fans van Enzo Knol die aan mij vragen wanneer de vlog van Enzo Knol online komt. Want ja, de vlog van Enzo Knol kreeg een beetje vertraging omdat Enzo ziek was, dus werd de vlog een dagje uitgesteld. Dit moet toch een grap zijn? Waarom de fuck vragen mensen jou wanneer de Enzo Knol vlog online komt? Scannen zegt legend! No way! Scannen. Stoute scannen. Godverdomme jongen. Maar nu staat de vlog nog steeds niet online en kreeg ik dus veel vragen van jullie. En ik had er eigenlijk geen antwoord op, want ik dacht ook gewoon dat de vlog vandaag online zou komen. Maar daar heb ik nu antwoord op, want Enzo Knol heeft gereageerd op Instagram. Hoe pakt dit 6000 weergaven? Wat is dit? De kijkers van Enzo Knol zijn boos door de content die hij tegenwoordig plaatst. Gewoon lekker kappen met de zondag bullshit. Gio was de AliExpress versie van Enzo Knol, Enzo is nu de AliExpress versie van de bankzitters. Zo, puntje puntje, slecht. Gaat hij nou serieus Enzo Knol haatcomments voorlezen van 5-jarigen die niet begrijpen dat bro een vader is en nu een leven heeft en niet per se dagelijks meer wilt gaan vloggen daardoor? Weet je, de video's van Laertes doen mij denken aan de video's die ik postte toen ik 15 was en gewoon views wou en niet nadacht over ook maar iets eigenlijk en gewoon een video posten over wow, Enzo Knol die heeft net zitten schijten op de pot. Hard. Ik dacht dat het je nieuwskanaal was en dan post je opeens moet Enzo Knol stoppen waarin die haatcomments voorleest van 5-jarige kinderen die op Enzo Knol commenten en boos zijn omdat hij geen dagelijks vlogger meer is. Wat is dit? De nieuwe vlog skippen omdat je geprikt bent door een mug, puntje, puntje, puntje. Ik ben heel benieuwd wat mijn baas zou zeggen als ik hem opbel met de mededeling dat ik niet kom omdat ik door een mug geprikt ben. En ik kan zien dat ze echt jong zijn, want mensen hebben niet door
dat je in bepaalde landen daadwerkelijk muggen hebt waarvan je heel erg ziek kan worden. Ik weet niet of jullie de ziekte malaria kennen. Maar Enzo liet weten dat de vlog een beetje vertraging ging hebben, omdat hij dus gebeten was door een mug. En dat had jij kunnen weten als je op mij geabonneerd was, want ik liet namelijk weten dat hij was gebeten door een mug in Curaçao. Ja, shit. Dat had je kunnen weten als je op Lert is geabonneerd, dus niet als je Enzo Knol volgt en op Insta. Tuurlijk, godver, ja. Goed nieuws, Enzo liet weten dat de vlog vandaag om 16:00 online komt. De video's zijn toch echt ondermaats, dus waarom zou je daar zo blij mee moeten zijn? Weet je, oké. Jongens, ik weet niet hoeveel woorden ik hier nog aan vuil moet maken. Jongens, laat het weten in de comments. Lertus of Enzo Knol? En ben jij nou 5 jaar en kijk je deze video omdat Enzo Knol in de titel staat? Want dat doen we natuurlijk, want we willen ook views pakken, net zoals Lertus. Abonneer dan op dit kanaal. Lertus, zuig me ballen. Ik hou van jullie en tot de volgende video. Later. Maar goed, jullie zijn weer up-to-date, maar zorg eventjes dat je abonneert en het laat weten in de reacties, want dan geef ik jou een hartje in de chat.